Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto en sportvoedingsmerk Ministry. Ga naar ministry.com voor meer. Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week Juri Eijnsen en ikzelf Maxime Morsels. Het is van 2013 geleden dat iemand in hetzelfde jaar zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix won. Mathieu van der Poel kan als topfavoriet dus in de voetsporen treden van Fabian Cancellara. Hoe groot zijn kansen zijn en op welke tegenstanders hij moet gaan letten gaan we bespreken in deze aflevering. Maar we beginnen met een opvallende transfer bij Visma Leasebike. Dit en meer in deze aflevering van de Wiel Flits podcast. Ja, Juri, het transfersseizoen is nog ver weg. Maar er is nu al eentje die hoog in het lijstje van opvallende transfers gaat eindigen. Dat weet ik zeker. Uh, en dan is er niet eens een wielrenner. Sportief directeur Marijn Zeeman vertrekt aan het eind van het seizoen bij Visma Leasebike. En ja, dat betekent een einde van een tijdperk. Ja, absoluut. Uh, als je ziet wat uh, Marijn... Uh... Uh, sinds, zijn, ja, goed, sinds hij in deze rol zit, hè, dat is, daar spreken we over eind 2016. Dus vanaf het wielenseizoen 2017 is Zeeman uh, sportief eindverantwoordelijke bij Visma leasebike um, En voorheen Jumbo Visma. En daarvoor Lotto en L Jumbo. Um, en ja, wat ze, wat ze gepresteerd hebben door de jaren heen. Ja, Spreekboekdelen. boekdelen. Um, ook de manier waarop. Hè, dat was vond ik eigenlijk zijn eerste grote. Um, ja uh, uh, het eerste grote hoofdstuk laat ik dat wel maar zeggen wat hij bereikt heeft was in de zomer van 2018 toen hij Wout van Aert overtuigd heeft om voor Jumbo-Visma te kiezen dat vond ik eigenlijk het eerste, de eerste milestone om het maar in het uh, Engels te zeggen um, want het aantrekken oh, van ja. bijvoorbeeld groene en ja, ja. Rokolijch daar wilde ik ja maar toen. dat Klopt, alleen toen was hij nog niet sportief eindverantwoordelijke. Die zijn in de winter van 2015 op 2016 erop gekomen en een jaar later werd Zeeman pas uh, eindverantwoordelijke. Nou, die twee hebben natuurlijk um, die eerste drie jaren fantastisch uh, gepresteerd, dankzij Zeeman ook vooral die heel erg begaan was met uh, zowel groene wegen als rooklieds. We herkennen allemaal nog wel die, um, die filmpjes uh, grappige filmpjes van die testen. Uh, die zeeman, dan hè, met een prikketje in het oor van die gasten moest doen. die dat helemaal niet wilde. Uh, nou ja, dat waren best wel uh, humoristische taferelen. Nou ja, en, en ja, wat ik zeg. Uh, het moment dat hij uh, van aard binnen de ploeg haalt. en op dat moment ook. Um, uh, ja, niemand had ervan gehoord. Alleen in diezelfde zomer is ook Jonas Vinkegaard vastgelegd. Nou, uh, the rest is history. Ja, dat, dat, dat was voor mij het. Uh, yeah, uh, dat embarked wel, om, om toch maar in het Engels te wezen. zijn eerste. Uh, uh, ja, uh, punten die hij gezet heeft binnen die ploeg. En ja, de laatste jaren zijn natuurlijk uh, een gek huis. Ja, 13 jaar bij de ploeg geweest. Van ploegleider opgewerkt naar de sportief directeur. Ja, daarmee bepaalt hij dus de strategieën, uh, het transferbeleid, het beleid van uh, de performance-staf. Dus ook de hele, uh, het aantrekken van aerodynamica-specialisten, van diëtisten. Het zijn allemaal zaken die uit dan het beleid komen wat de sportief directeur. Uh, onder andere uittekend, hè, want het is natuurlijk uh, zeker bij uh, toen nog Jumbo-Visma uh, natuurlijk, uh, dat is nu nog steeds hè, samen winnen, dus het uh, teamwork. Maar dat is ja. iets wat hij heeft neergelegd. Het is geen wedstrijdprogramma wat niet zonder zijn uh, Fiat uh, wordt, uh, wordt uitgevoerd. En dus ook alle recente successen, ja, daarvan heeft hij wel aan de basis uh, gestaan. En daarmee toch ook een ...groot gat wat hij achterlaat. Ja, absoluut. Dus um, ja, wat je zegt... Hè, ook, ja, ...ik heb natuurlijk een aantal verhalen gemaakt rondom Marijn uh, uh, gisteren... ...dan hebben we het over woensdag... Um, ...en eentje daarvan was eigenlijk een soort tijdlijn van zijn carrière. Um, en ja, eigenlijk kun je zeggen dat hij destijds bij Skillshimano ...hetzelfde heeft neergezet... Toen was hij dertig en um, ik heb nou, nog een stukje teruggelezen uh, uit het parool, een interview met, uh, met hem. Uh, toen was hij net twee weken in dienst van de ploeg en toen had hij al alles op de schop gegooid. Uh, er was een sportpsycholoog bij. Um, hij wilde de renners in in, in, in uh, iemand ik moest huizen kopen van hem, twee huizen om uh, ja, die renners, vooral buitenlandse renners daar samen te brengen, zodat hij, ja, ze dichter, dichter erop kon zitten. En met trainingsschema's. Er werd een voedingsdeskundige aangenomen. Wat ik net zei, sportpsycholoog. Eigenlijk heeft hij daar ook de basis gelegd... voor de successen die ze daarna gekend hebben. Met een Marcel Kittel, met een John Degenkoop... Uh, met een Warren Barguil, later ook met een Tom Dumoulin. Die allemaal ook erbij zijn gekomen... Uh, in de jaren dat Zeeman daar nog zat. Natuurlijk, al die successen heeft hij niet meegemaakt, want toen zat hij al lang bij, uh, bij de ploeg waar hij nu weggaat. Maar eigenlijk heeft hij daar in het klein hetzelfde gedaan. En ja, uh, zijn, zijn, zijn meesterwerk heeft hij nu bij, uh, bij Visma Lisa Bike voltooid vorig jaar. Met het winnen van alle drie de grote rondes in één jaar. Hij gaat dus aan het eind van het seizoen, per 1 december, uh, treedt hij in dienst als de nieuwe algemeen directeur van. Dat betekent dus dat hij niet zozeer op het voetbalsportief gaat zitten. Want daar is natuurlijk ook technisch directeuren of sportief directeuren. Maar het is dus over uh, ja, de hele organisatie ontfermen van de voetbalclub uit Alkmaar. Verbaast ons deze overstap? Nee, want um, ik, ik Verbaast moet eerlijk ons Het eerlijk momentum. Zeggen. Dat wel. Uh, Want ik moet heel eerlijk zeggen, uh, een aantal jaar terug heb ik ook alles uh, met Marijn wel eens. Ik, ja, goed, ik, ik vond het altijd wel leuk om uh, als ik hem sprak of zag. Uh, een beetje met hem te bomen over van alles en nog wat. En toen was het ook op een gegeven moment. Uh, zo uh, na die crisis uh, met Overmars, dat hij weg moest bij Ajax. Daar heb ik Marijn nog een bericht gestuurd. Van uh, goh, uh, is dit niet iets voor jou? En zei Ja, lijkt me machtig mooi, maar niet nu. En volgens mij heb jij die vraag aan me ook nog gesteld, onlangs. Drie weken geleden, ik heb hem nog klaarstaan, want toen hebben we hem ook in deze podcast uh, laten horen. Dus ik heb exact hetzelfde fragmentje van drie weken geleden toen ik hem sprak op de première van hun documentaire. Vlak daarvoor was in uh, Veronica Insight al eens een keer zijn naam uh, gevallen, dat hij op, op het lijstje uh, uh, wenslijstje van AZ stond. Nou, toen uh, vroeg ik hem ernaar van hoe die ambities uh, ervoor stonden. Ben je al door ja. ze gebeld? Nee. nee. Mogen ze je bellen? Ze mogen mij altijd uh, bellen. Ja. Of ik opneem, is een tweede. <laughs> ja. maar, uh, en of ik ga het willen? Ja. Ja, ja. nee. Dus, uh, nee dat, is, dat, is, uh, dat speelt niet. Ik nee. nee. iets van voetbal? Nee. Ja, ik voel wel op vrijdagavond 7 tegen 7. Dus, uh, <laughs> maar mijn zoon vindt dat ik er niks van kan. Dus, uh, <laughs> ja. ja, nee. Dus, uh, ja, ja, ik vind voetbal een hele mooie sport. En, uh, ik denk wel dat ik. Uh, dat ik ooit nog wel een keer de stappen uh, wil, uh, wil maken. Maar, uh, maar dat is, uh, het is niet actueel meer. Maar jij blijft dus ja. uh, nog een jaartje uh, minstens... Uh... Ik ben zeker dit jaar bij, uh, bij uh, Visma. Uh, 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 ja. Maar wat vind ja. je ervan dat die naam in één keer, uh, keer gedropt wordt? Ja, uh, ik... Uh... Ja, weet ik niet. Wat ik, ja, gewoon, ja, gewoon ja. Ja, ja moment, uh, Het is wel eens eerder uh, in verband gebracht met, ja. met Twente. En uh, ja, dat ja, is denk ik. Het uh, is ook eerder voor. Ja, ja, ja zeker. Nee, het is een compliment. absoluut. Ja. ja, dan hoor je aan mijn vraagstelling met terugwerkende kracht. Als er al wat speelde. Daar zou hij dan uh, niet correct op hebben. Hij heeft uh, niet gelogen. <laughs> Precies. Nee, ja, goed, ik zeg, hij zegt zelf: er speelt niks. Nou. Maar al op die vervolgvraag van uh, dit jaar ben je er nog. Ja, dat is ook. Met de kennis van nu uh, is dat natuurlijk nog het geval. Maar het gaat er natuurlijk met name om. En. en uh, wij kennen Zeeman uh, al heel wat jaren. Ik uh, ben niet naïef, maar het is niet iemand die uh, ons vaak voorgelogen heeft. Mij nog nooit, in ieder geval. Precies. En dat is. Uh, dat geldt niet voor iedereen in de wielenwereld. Ja, er worden wel eens uh, zaken uh, in, in belang, en dat snap ik helemaal. Uh, natuurlijk niet, niet altijd de waarheid gesproken, dat weten wij ook, dat is part of the game. Maar bij ja. Zeeman is het iemand die wel altijd recht voor zijn raap is. Wat, wilt, wat dan zou zeggen, uh, vooruitgaande dat dat zo is, dat dus in drie weken tijd een hele wereld uh, veranderd is. Nou, ja, maar goed, het kan natuurlijk wel. Kijk, vorig jaar heeft hij een, uh, in de podcast met uh, Alex Pessoor, met Open Vizier, ook al eens gezegd: van ja, toen kreeg hij een stelling. Uh, in 2030 werk ik nog altijd, uh, of werk ik uh, niet meer in de wielrennerij, maar in het voetbal. En toen was zijn antwoord: uh, in 2030 zal ik eerder bij een voetbalclub werken dan bij een wielerploeg. Dus. Die ambitie is er altijd al geweest. En uh, hè, toen ik dat destijds in 2021 of 2022 vroeg... wist ik ook dat hij daar... Dat dat, dat dat hem ook tof en leuk leek. En uh, ja... Um, uh, dat dat nu in één keer komt. Ja goed, het kan best zijn. Vorig jaar hebben ze natuurlijk eigenlijk... iets gepresteerd wat nog nooit eerder is voorgekomen. En waarschijnlijk ook... nou ja... zelden nog voor gaat komen. Al die drie die grote rondes in één ja. jaar winnen. Ja, hij, hij kan er nu wel uit... Ah, he, ja. ik, ik kan me voorstellen dat je na zo'n jaar zegt dit is, dit is het hoogste wat ik kan bereiken als er iets komt sta ik open voor een nieuwe uitdaging en het feit dat je, precies dat want uh, dit jaar kan al eigenlijk niet meer beter worden dan vorig jaar oké, okay, als ze opnieuw alle drie de grote rondes winnen hebben ze ook Parijs Nice en Tireno uh, gewonnen, maar dat staat toch in het uh, in contrast met de twee grote hoofddoelen die ze nog graag wilden winnen Daarvan gaat één al niet meer lukken. Dat was de Ronde van Vlaanderen. Roubaix is nog haalbaar. Ja, dan, dan blijft er daarna nog één of twee, twee doelen dus over. Die Roubaix en die Ronde. Dus ja, qua marktwaarde voor hemzelf is dit natuurlijk ook het allerbeste moment. Ja, nee, zeker. Hij is nog niet vertrokken. Dat gaat dus pas op 1 december gebeuren. Maar wij hebben natuurlijk gelijk al even ver gekeken. Wie zou hem, hoe zou Vismelise Bijk dit moeten opvangen? Wie zijn. Waardige vervolgers. Nou, uit de communicatie van de ploeg, die het inmiddels het nieuws bevestigd heeft, lees je al tussen de regels door dat ze met name intern kijken. Ja. Daar heb je natuurlijk met de hoofdploegleider, Christian Nierman, en eigenlijk de, ja, wat is zijn exacte titel van Mathieu Heiboer? Dat is. Uh, dat is een goede vraag. Echt op Head de. of performance, de, denk ik. Echt op de techniek uh, gericht, hè? dus aerodynamica en het materiaal. Dat zijn twee. Lui, uh, die niet in dat persblik genoemd worden, maar waar wij dan automatisch al naar gaan kijken. Um, maar goed, er zijn natuurlijk ook nog meer, hè, nog meer personen van buitenaf waarvan wij zouden zeggen: dat zouden wel types kunnen zijn ja. voor deze positie. Al blijft erbij, als je de hele organisatie intact laat en je vervangt Marijn Zeeman door iemand anders, dat dat natuurlijk in zijn organisatie ook uh, maar meteen goed moet kunnen landen. Dus natuurlijk altijd met. Collegiale dynamieken en ja. ego's en uh, bepaalde visies. Dus mij zou het meest logisch lijken als Christian Nierman doorschuift naar de rol van zeeman, en uh, misschien wel een, een aantal van die verantwoordelijkheden splitsen, en bijvoorbeeld het uh, scouting en dat soort dingen, dat hij dat weer afstoot naar, naar weer andere personen binnen het. De, binnen de Ploegleiding. Nee, maar goed, ja, wat je zegt, inderdaad, het, het, eh, omdat ze het eerst intern gaan oplossen, lijkt het aannemelijk dat ofwel inderdaad die twee, een van die twee, ofwel Nierman, ofwel Haiboer, ofwel allebei doorschuiven. Ja. Het enige punt wat dan wel natuurlijk zo is, dan moet je ook weer intern met andere mensen gaan schuiven, of andere mensen gaan eh, aanwerven, die dan weer het werk van diegene die doorschuift, moet overnemen. Ja goed, dat kan ook nog wel eens, hè. iedereen heeft natuurlijk zijn eigen invulling. Ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen, oké, okay, we gaan Zeeman één op één vervangen door iemand anders van buiten de ploeg, die dat ook kun, uh, die dat ook kan. Um, uh, maar goed, ik moet zeggen, binnen Visma Lisseback is er nog iemand waarvan ik denk, goh, uh, dat zou ook niet raar zijn. Um, misschien dat je het persbericht nog of het uh, nieuwsbericht bij ons afgelopen najaar nog, uh, nog herkent. Um, Jumbo Visma uh, trekt Noorse kampioenenmaker aan. Dan heb ik het over Espen Areskjold. Um, die overkwam van Uno X. Die was daar Head of, perform of, um, uh, yeah, head of Performance. Um, dus eigenlijk een beetje dezelfde rol die, uh, die Zeeman had. Um, en ja goed, die is binnengehaald als opvolger van Mark Lambrechts. Die vertrok met, uh, met Roglic naar Bora. Ja goed, dat zou bijvoorbeeld ook zo iemand kunnen zijn... die nog vrij nieuw in de organisatie is. Uh, maar dit hele jaar zou kunnen meekijken met uh, Marijn. Uh, alleen heb ik wel, uh, ik, ik begreep wel dat hij een beetje een, uh, ja, uh, tot op het neurde af uh, precies is en wetenschappelijk. Um, maar ik heb me ook laten vertellen dat insiders die hem goed kennen uh, zeggen van ja, goh, um, een goeie. Maar ik weet niet of hij het overzicht kan bewaren in een hele ja. organisatie breed zoals Zeeman dat kan. Maar dat is natuurlijk, je hebt hier ook een people manager uh, nodig, hè? iemand die renders en ook het hele technische Staf, ja, allemaal op dezelfde golflengte gaat kunnen krijgen, nou, dat is iets wat uh, een Nierman, die al jarenlang hoofdploegleider is, uh, zeker zou kunnen schuif je die door, dan kan je een Arthur van Dongen of een Mark Reef ook weer doorschuiven naar, naar die positie. Dus van de, de is een doorschuif uh, mogelijk, maar uh, jij ja, de lijstje gestuurd met namen die bij jou uh, opkwamen, er stonden een aantal ervan. Uh, ook op het, de shortlist die ik eventjes snel uh, had samengesteld. Uh, maar deze uh, S.P.R.Skills stond daar bijvoorbeeld niet op. Maar één naam, um, daar zijn we het wel um, over eens, wat een goede fit zou kunnen zijn. Nogmaals, zegt hij bij: dit is even onze eigen invulling. We weten niks van of ja. dit daadwerkelijk uh, gaat spelen. Maar een man die zijn uh, strepen verdiend heeft op dit gebied, hè, in deze rol. En dan met een veel kleiner budget en met een ploeg daar echt nog. Gigantische stappen mee gezet moesten worden en dat inmiddels is gedaan en kunnen worden ook nog. Is nou ja, jij mag de naam noemen. Uh, ja, volgens mij is er iemand uh, inderdaad, wat je ook zegt, in het huidige peloton uh, die eigenlijk perfect matcht en dat is Eike Visbeek van uh, Entermarché. Wanti. die ja, toeval of niet, jeugdvriend is van Marijn Zeeman, um, uh, die vonden elkaar in hun pubertijd. Uh, terwijl ze Championship Manager speelde. Dat is een, een voetbalspel, dat heet nu voetbalmanager. Manager. Ik ben zelf ook fervent speler van dat spel. Uh, waarbij je dat puur, is niet uh, per se een argument om deze positie over te gaan nemen? Is niet een argument, maar wat ik daarmee wil aanhalen... eigenlijk loopt hun carrière een beetje parallel. Want um, uh, Zeeman is gestopt met wielrennen in, ik zeg, 2001 uit mijn hoofd. Die werd toen meteen ploegleider bij DTS. Uh, door training sterk... De Zaanse amateurwielenverleden. Wie was daar al ploegleider op dat moment? Omdat hij ook al gestopt was wegen een knieblessure. Ja, Vesbeek. Aike Vesbeek. Uh, die zijn samen opgetrokken een aantal jaar. Uh, hebben een, een, een nieuwe continental ploeg opgezet. Uh, zijn toen daarna naar Krollstone gegaan. Uh, maar Fisbeek goed, is dat keer... hele verleden, dat, dat, dat geloven we natuurlijk wel. Het gaat om okay, prima. wat hij nu presteert. <laughs> ja, nee, en goed, wat hij inderdaad de laatste jaren heeft gezien. Kijk, Zeeman heeft hem eigenlijk als zijn opvolger toen binnengehaald bij... Uh, ...Skill Shimano, wat later Argo Shimano werd en nu uh, DSM. Team DSM Firmenich PostNL is. Um, daar is hij weggegaan wegens verschil van inzicht. En vervolgens heeft hij dus via een jaartje Czech Racing en dus nu Enter Marché... ...ja, gewoon uitstekend werk geleverd. Um, uh, begeleide ook Tom Dumoulin naar de Giro Girozegen bijvoorbeeld... Weet hoe die moet werken, weet hoe die renners moet prikkelen. Hè. Noem maar voorbeelden Alexander Christophe, Rui Costa, uh, die al lang afgeserveerd waren door het hele peloton. Visbeek zag daar toch de potentie in. Ja. En heeft die weer helemaal terug op de rails gekregen, heeft jongere renners beter een, gemaakt. Ja, maar ook een, een Gier May uh, weggesnoept uh, voor uh, de, de grijpgraag handen van de grote teams en het grote geld. Om daarna ook nog eens weten vast te houden naar die gent Wevergum dus zowel op scoutingsgebied ja. weet hij met beperkte middelen het maximale of in ieder geval heel veel eruit te halen. En dat geldt überhaupt voor budgetten, want dat is natuurlijk bij uh, Inter niet een fractie, maar het is een heel stuk lager dan dat van de grote topteams. Ja. En desondanks weet hij hier en daar toch te zorgen dat dat team uh, ja. competitief is. Ja, nou ja, goed. En, en ja, da daarmee heeft hij dus de laatste jaren zijn streep gediend. Maar waar ik, waar ik dus het verhaal aanhalen van DTS: hij deelt dezelfde, of, nou ja, nagenoeg dezelfde visie als die Marijn heeft. Die, ja. die zijn eigenlijk samen groot geworden met, met een, met een uh, gedachtegang die hetzelfde is. Uh, of die nagenoeg hetzelfde is. En Fisbeek verdient gewoon met de prestaties die hij eerst bij, bij uh, naar Sunweb heeft geleverd. Um, en, en nu ook bij uh, Intermarché, maar ook bij SEG heeft hij het heel goed gedaan dat ene jaar. Ja, Die verdient eigenlijk gewoon die stap. En, en ik denk als je uh, uh, Zeeman laat vervangen door Visbeek, dat je iemand hebt die, die quasi hetzelfde werkt en quasi hetzelfde. Uh, ja, al weet je natuurlijk niet over. Hoe, hoe dat in de laatste jaren uh, divisies veranderd kunnen zijn. Ik bedoel, Visbeek heeft met. Is een bepaalde weg ingegaan. En Zeeman, dat ja. kan natuurlijk een beetje afwijken. Maar, grosso modo. Ja. Dan heb je nog een naam. Die uh, erop staat. Uh, die is al heel wat jaren teammanager. Maar van een uh, opleidingsploeg. Ja. Uh, en dat is Axel Merks. Die, de, ja, het is zijn eigen ploeg. Higgins, Berman Action. Um, ja, Rijlt en Zelt, die ploeg al jaren. Uh, met Koos Moerenhout onder meer ook. En ja, die heeft zich ook bewezen. Die heeft als als onafhankelijk opleidingsploeg, nou ja goed sinds dit jaar is dat veranderd en, uh, en, en ja, zit daar een, een vleugje Jaiko zit daarin, uh, maar ja die, die heeft, dat lijstje, pakt dat lijstje met mij, het aantal profs dat hij heeft afgeleverd ja dat is fantastisch en, en met een budget ook niet groot uh, waar hij altijd maar zelf um, uh, zo goed mogelijk dat heeft proberen in te vullen. Ze zijn een paar jaar pro-Continental geweest, zodat ze de Tour of California konden rijden, hun belangrijkste wedstrijd. Uh, ze zijn ook een, een jaar maar met twaalf renners geweest, net na het corona, omdat er simpelweg geen budget meer, uh, meer was om meer renners te nemen. Ja, die heeft zich ook gewoon bewezen. En dan zeggen heel mensen: Ja, goed, die woont in Canada, andere kant van de plas. Nou, dat is niet meer zo. Hij woont tegenwoordig weer in België. En was ook heel lang in de running om de nieuwe CEO van Lotto Destiny te worden in 2022. Um, heeft toen zijn, zijn ideeën gepitcht hoe hij uh, ja, leiding zou willen geven aan Lotto Destiny. Nou, dat was het... Uh, uh, hoe heet die club ook alweer die daarachter zit? Dat, dat Belgian, Belgian... Nee, hoe heet het ook alweer? Of ja, uh, Champions... Cap captains... Uh, uh, captains uh ja dat je ja, captains of cycling ja. was niet overtuigd verschil van inzicht en toen heeft merks bedankt uh, maar goed dat is ook iemand die zijn strepen verdiend heeft en in mijn ogen die functie ook prima zou kunnen invullen en dan blijf je toch ook een beetje in je eigen Nederlandse taal ja er zijn nog wat meer uh, namen uh, maar die gaan uh, binnenkort een keer in een artikel uh, op wielefiets uh, te vinden zijn en uh, hier komen we ook nog wel op terug Juri er voor een wielefiets ploegleider goed ik sta bovenaan ja. Ze was eventjes weggezakt. Ja, ik, een beetje onverwacht eigenlijk, want ik dacht na Straden. En toen, toen dacht ik, nou, dit komt helemaal in orde. Want uh, ja, ik was eigenlijk gewoon van overtuigd. Ik heb een heel schema gemaakt met alle ridders die erin stonden. Iedereen was in vorm. Ik denk, het komt helemaal in orde. Maar uh, ja, goed, uh, ook uh, ik werd een beetje. Uh, uh, wel, wel 24 geweld. punten minder gescoord dan ik in de Ronde van Vlaanderen. Ik, ben, ja. ik heb een mooie opmars gemaakt naar nu de vierde plek in onze redactiepool. 98 punten in uh, de Ronde van Vlaanderen. Nou, dat is best aardig. En ik dreigde opnieuw uh, mijn team uh, vergeten, uh, of de winnaar vergeten in te vullen. Dus dat heeft me gelukkig nog wat uh, puntjes uh, opgeleverd. scheldenprijs deed niet mee. Maar let op, zondag Parijs-Roubaix uiteraard wel weer. Dus je kunt uh, twee uh, renners verkopen en daarvoor nieuwe terugkopen. En twee renners van jouw bank naar de selectie uh, in, in de selectie zetten en ze dus ook de winnaar invullen want heb je dat goed dan krijg je tien puntjes dus vergeet niet voor alle spelers om middelflits ploegleider bij te werken um, gratis tip zouden... van het huis nog gratis tip van het huis onthoud vooral ook dat volgende week Amstel Gold Race is en dat de, nou ja, eigenlijk quasi de hele Kasseier ploeg eruit kan dus misschien moet je één wissel alvast gebruiken richting de Amstel dat is een goede huishoudelijke mededeling. Ik heb er nog eentje. Uh, volg jij Ride right Magazine al op Instagram? Nou ja, Jury, jij doet dat. Um, maar onder alle nieuwe volgers gaan wij zo'n stoofvlees jelletje weggeven. Want ah. uh, wij dachten eventjes dat het een 1 april grap was. Dat is niet het geval. Ze lagen er bij de Ronde van Vlaanderen. Ik heb er een aantal uh, meegekregen. Dus wil jij zo'n heerlijk uh, jelletje met, nou het schijnt, stoofvlees... Smaak, ik zou zeggen, dan. was hij lekker? Uh, hebben we nog een video van? Inmiddels staat dat op materiaalzonde van Ties, onze materiaalman, die hem uh, heeft uh, getest. Onze die inhouse snacks die uh, review kan je inmiddels uh, ook op de Instagram-kanaal van uh, uh, materiaalzonde. maar volg dus ook uh, Ride right magazine op Instagram voor acties uh, en voor mooie updates over het blad. Wat inmiddels nog steeds in de winkels. we zijn alweer terug bezig met het zomer. Nummer. Um, wat vind jij van die chicane? Uh, ronduit belachelijk. En ik vind het eigenlijk uh, aards gevaarlijk. in plaats van zoveel veiliger. Want 100% gaat er gevallen worden. Ja, we, ze gaan, uh, de aanloop naar het bos van Welair is gigantisch gevaarlijk. Die gaat snel, die gaat super rap. Duiken ze daar uh, het, het bos in de kassei op? Eigenlijk altijd valpartijen. En wat hebben ze nu bedacht? We staan eerst rechtsaf, daar ligt een vluchtheuvel. Daar draai je omheen. En dan ga je eigenlijk, ja, uh, nou ja, stapvoet zal het niet zijn, maar uh, aan de helft van de snelheid, als normaal, aan het bos uh, beginnen. Wat dus moet voorkomen dat er veel valpartijen gaan zijn. Aan zich een goed initiatief. Maar ik ben het wel met je eens, die chicane is redelijk haaks. Nou ja goed, ik hoorde Nicky Terpstra er ook uh, over praten. En die had op zich wel een goed punt. Hij zegt ja, daar, uh, dat mijn museum ligt daar natuurlijk ook langs. Eh, daar heb je natuurlijk altijd, uh, er komt ook dat helikoptershot altijd. Als we met die bloedgang op dat bos uh, van Valera afrijden. Zie je altijd die oude uh, uh, jaaknikkers daar. Uh, en daar schijnt dus een heel groot parkeerterrein bij dat museum te zijn. Uh, die staat normaal vol met campers. Maar ja, als je daar zo, eigenlijk een soort ja, een, een meer uh, vloeiende... S- of lusbeweging opmaakt... Uh, waarbij je eigenlijk zeg maar, ja, de weg een beetje nou ja, uh, slingerend maakt... dan haal je de snelheid er ook uit... Um, en maar blijft het wel een beetje nog dat je eventueel kunt opschuiven. Maar nu, in plaats van dat die sprint eigenlijk tot aan het randje van het bos is... gaat die sprinter komen voor die chicaan. En dan gaan mensen niet remmen en proberen zo nog plekken op te schuiven daar... dan gaat gegarandeerd gevallen worden. Gaan, ja, ik, ik denk ja. dat er maar twintig man het bos in rijden. En uh, vervolgens remmen als je ook de spoorweg uh, passeert. En dan vervolgens de rembeweging naar de uh, achter. Ja, de voorsten zullen er veilig doorheen komen. Maar ja, iedereen die uh, wat dieper in het peloton zit. Die is echt al meteen weg in het bos. Dat is echt, er gaan echt, als je, stel je rijdt net lek. Of uh, ik noem maar wat. Je, je, je bent slecht in positioneren of drummen. En je zit in positie 40, dan kan Robert daar al voorbij zijn. Ja. En dat vind ik best kwalijk. Goed dat ze zoeken naar oplossingen, maar we weten niet per se, dat is een beetje onze consensus, of dit de oplossing gaat zijn. Het vond wel opvallend, Van de Poel reageert hierop op Twitter. Ja, en hij zet eigenlijk er is. nooit iets meer op Twitter. zet nooit meer iets op Twitter. En hoe vaak spreekt hij zich heel ferm uit over zaken die, het, laten we zeggen, het algemeen belang in de wielenwereld dienen? Niet heel veel. Maar en dit is wel de wereldkampioen wat, uh, die het zegt. Ja. En daar hecht ik wel veel waarde aan. Maar ik ben het wel en de top volledig met hem eens. Ja, precies. En ik ben het wel, titelverdediger ook, ik ben het wel volledig met hem eens. Want dit, dit, ja, ik, 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 ik voorzie gewoon heel grote problemen door deze chicane. Ja. Door deze chicane. Het, het, het kan opgelost worden, want wat Nicky ook zei, daar ben ik het mee eens. Als je een, 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 een ja, oude parkeertrein een mooie, grotere lust maakt. Halen die snelheid er ook uit. Maar dit is eigenlijk gewoon een, 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 een S-bochtje uit de cross. Ja. En ja, daar rij ja. je 70, 70 km per uur. Laat het een keer 25 zijn. Maar hier stoven ze met 55 misschien wel 60 km per uur op, op af. En moeten ze vol in de ankers. Wat wel goed is voor de fans, is dat ze vervolgens één voor één alle wielrenners aan zich voorbij gaan zien komen. Ja, want dat, dat is, wel, het is zal het, een lange lint worden. Oes in, in het bos in uh, Druppelen. Ja, benieuwd of ze nog wat uh, aangepast gaat worden. Het zou me niet verbazen. Uh, al zijn uh, Pluggen en ik zag ook Van Baarle er wel weer uh, blij met deze oplossing. Dat snap ik, want Van Baarle is natuurlijk keihard gevallen vorig jaar in het, uh, in het bos. Uh, dus ja, goed, dat, dat snap ik wel. Ja. De bandendrukregulatoren zoals die vorig jaar en eigenlijk het jaar ervoor mee geëxperimenteerd werden, die gaan we niet meer terugzien. Zowel bij DSM als bij Visma hadden ze systemen ontwikkeld die in de naaf zitten, waarmee ze dus banden harder en zachter konden zetten. Dus op de kasseistroken wat zachter en volgens daarna weer wat harder. Maar wat wij horen is dat er nog wat geknusseld moet worden, moet nog verder geïnnoveerd worden, dus dat niet. Teams gaan gewoon weer met één band rijden in een in, in, uh, uh, in, in bepaalde truck en dus niet meer op en af uh, laten lopen daarvan. Nee. Dat vind ik dus ook wel grappig, hè? want we hebben het hier dus al jaren over en ieder ja. jaar wordt op het laatste moment weer een beetje uitgesteld. Ik heb zo het idee, want dit gebruik je natuurlijk maar voor één koers, dus die ontwikkelaars hebben er ook geen baat bij om bewijs van dat in juli te fixen, want ja, het is toch pas in... Ik heb het idee dat al die fabrikanten... En één keer half februari denken: oh shit, mm. ja die, die bandendrukregelaar, ja. ah kak, te weinig tijd. Oh nee, ja. we gaan er niet meer rijden. Nou, het is dermate technisch dat dat uh, niet het geval gaat zijn. Maar meer van dat was het argument wat ik van een van de ploegen hoorde: renners rijden er maar één keer op het jaar mee. Het is toch een andere manier van die fiets bedienen en dat dat ook voor een grote wisseling gaat werken. Wat wat de meerwaarde niet. Uh, aantoont, waardoor de, waardoor de meerwaarde tegenvalt, zo moet ik het zeggen. Uh, en dat het gewoon toch nog niet goed genoeg is. Dus er moet nog verder geïnnoveerd worden hm. voordat de teams er uh, net, net als met de schijfremmen. Hè, dat was ook eerst flinke weerstand tegen. Nou, nu zweert iedere ploeg bij schijfremmen. Het zou kunnen dat dat met dit apparaatje ook gaat gebeuren. Alleen is natuurlijk de winstmarge wel wat lager. Al. Is er dit jaar meer kasseien dan vorig jaar? En dat gaat wel om drie hele kilometers extra. Um, in plaats van 54,5 kilometer zijn er dit jaar 57,5 kilometer. En dat komt omdat met name in het, de eerste uh, sectie van Kasseistroken zijn twee wisselingen gemaakt, waarvan één strook aanzienlijk langer is. De eerste 96 kilometer die zijn uh, gewoon over asfalt. Pas daarna gaat het uh, komen uh, en uh, daarna. Finale is gelukkig identiek met alle welbekende kasseistroken van Monsan Pivel, Carrefour de Larbre. De zware strook van hem. Uh, en daarna, natuurlijk, aankomen op de wielerbaan. 259,9 kilometer gaat het zijn. Jorie, jij bent deze week ook een halve weerman. Je hebt je helemaal gestort mm. op het weer. Um, het kan zomaar zijn dat het er. Wat nat erbij gaat liggen. Op dit moment regent het veel in Roubaix. Ja. Maar kort daarvoor wordt het wat droog. Ja, ja, kijk, wat wel zo is: kijk, in Nederland is het ook al, al weken nat. En in België ook. Ik heb daar met een aantal mensen ook over gesproken deze week. Ze dus zeggen ja, goed, die ondergrond zal net als hier drassig zijn. En dat gaat niet veranderen. Uh, want er is in één keer wel een uh, uh, ja, gigantisch warme dag op zaterdag. Dat is hier in Nederland zo. Uh, maar ook in Roubaix, dan wordt het 24 graden. Uh, zaterdag, wel blijft het een beetje bewolkt, maar goed, dan krijgt wel de, de natuur de kans op enigszins uh, vocht af te stoten, maar goed er zit zoveel vocht in van deze natte winter dat ik nooit geloof dat dat helemaal verdwijnt en op zaterdag oh, of, uh, sorry, en op zondag um, ja, um, krijg je gewoon het geval dat uh, er regenbuien gaan vallen um, en dan wordt het nat Plus het feit, dat moet je ook niet vergeten, er zijn drie koersen, zondag, juniorenkoers, voor het eerst ook de belofte koers, die nog voor de profs aanrijden op, op nou ja, grotendeels, in ieder geval in de finale, grotendeels dezelfde stroken. Dus daar gaan al die auto's overheen, daar gaan al die, um, die caravan gaat er overheen, de renners gaan er overheen. Dat gaat glibberen worden. Met het rotzooi wat van die auto's afkomt, met het water wat er ligt. Het gaat glibberen worden. Ja. En zover we weten gaat er geen bezemdienst de kasseien nog eens even afkuiten, Dus dat wordt echt een laagje remover. Geen modder. geiten ook dit keer, denk ik. Nee, nee ook niet. Dit is jij nog geweest, hè? Op, uh, ja, gezien. Mooi. Hoe die het uh, onkruid tussen de kasseien op, uh, in het bos van Valère hebben weggekoud. Maar die gaan we niet zien. Uh, oh, ik hoop dat we ze niet gaan zien, anders gaan we een gekke incidenten krijgen. Uh, er is eigenlijk één topfavoriet. Ja, zeker gezien de weersomstandigheden, waarbij het, uh, als het uh, ja, glibberen is, toch veel meer op uh, techniek aankomt. Ja, en iemand met de uh, hoogste uh, techniciteit in het peloton is de wereldkampioen. En op dit moment de beste benen. En topfavoriet Mathieu van der Poel. Ja, inderdaad, ja. daar uh, staat buiten kijf, denk ik. Um, maar, 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 maar. Um, in koersen als E3 en de ronde heeft hij eigenlijk niet veel tegenstand gehad. Als je het plat laat, natuurlijk, het is echt geen makkelijke opgave geweest om die wedstrijden te winnen. Maar echt spannend zijn die koersen niet geweest. Dat gaat nu veranderen, want de mannen die wel in vorm waren in die koersen: uh, zeg maar een Pedersen, uh, een Koen, uh, een Milan bijvoorbeeld, een Poliet ook, een Van Balen, een Tarling, grote favoriet ook voor mij. Uh, maar ook jongens als Bettyel, als Nasen, als Degenkoop, een Laurens Rex die goed was, uh, Garcia Cortina misschien met Lascano. Allemaal vinden die in Roubaix een veel beter parcours bij hun kwaliteiten dan de uh, Vlaamse kasseikoersen. En dus verwacht ik wel, vooral ook omdat er in Roubaix, uh, ja, is het gewoon survival of the fittest. En zijn er eigenlijk niet heel veel punten waar het verschil kan maken. Um, verwacht ik wel dat er veel meer renners meegaan tot diep in de finale dan. Bijvoorbeeld in Vlaanderen NE3 het geval ja, waren. Niet omdat die wedstrijd uh, van de Pool per se uh, minder ligt, maar meer dat uh, Roubaix beter ligt bij Precies. deze categorie renners. Uh, en ja, als we kijken naar. Uh, het is ook gewoon een veel lastigere wedstrijd om te winnen dan uh, de Ronde, hè, wat een echte afmattingsrace uh, is. Is Roubaix ook, maar wel uh, veel minder. Uh, geen heuvels. Hoe gaan ze dat moeten doen? Ja, eh, toch maar eh, anticiperen van vroeg aanvallen. Um, nu is het wel zo dat ja, iedereen vanaf het bos van Valère gaat koersen. Dat is altijd al zo geweest in de ronde. Dat zal nu niet veranderen. Dus dat is vanaf ja, 90 kilometer voor het einde. Um, en het zal in die zin ook wel moeten. Want ik heb ook naar de windrichting gekeken voor zondag. En die komt uit het uh, zuidwesten. En dat betekent eigenlijk dat die de hele dag uh, vanuit... Uh, je zij blaast. En het is ook windkracht 4, dus het is niet zo dat het heel uh, uh, ja, lichtjes waait, om het zo maar te zeggen. Het is best wel, uh, nou ja, dat ga je wel merken. Dus de hele dag vanuit de zij, dus dan wordt het ook nog weer moeilijker om op die kasseien te rijden. Uh, en is het gewoon beter als je in kleine groepjes uh, kunt rijden, omdat je dan gewoon meer je eigen uh, pad kunt volgen. En ja, op die manier het beste eigenlijk, hè, dat moet je doen als het nat ligt, op die kamp van de weg, dus eigenlijk op de rug van de weg, daar moet je op rijden in het middenstrook van de weg. Ja, hoe kleiner de groepjes zijn, hoe beter je dat kunt doen. Dus voor iedereen zou het beter zijn om al heel snel kleine groepjes te vormen. Um, met deze windrichting is het wel zo dat je eigenlijk tussen strook 9, dat is net naar uh, Mons-An-Pével, uh, strook 5, dat is de strook voor Carrefour-de-Larbre, heb je vol wind in de rug. Dus het eerste deel van het laatste uur zal waarschijnlijk aan een hogere snelheid. Um, uh, ja, door die wind in de rug, aan een, aan een hoge snelheid plaatsvinden. Waardoor je dus een snelle finale krijgt, maar ook aanvallers in het voordeel zijn. Um, uh, en je, je dus gewoon lang kunt meegaan als je het tot dan overleeft. Uh, en dan wordt het dan waarschijnlijk op Carrefour de Larbre, uh, zoals zo vaak, uh, de beslissende slag gelegd. Waar de windrichting weer draait. En dan blijf je het. Uh... De drie man die vorig jaar eigenlijk op kop reden, of vier man, die gaan we niet uh, in dezelfde orde terug kunnen zien. Want Wout van Aert is niet bij. Hij reed vorig jaar tot het, tot het diepe finale mee, maar een lekke band op uh, Carrefour de Larbre zorgde dat zijn uh, wedstrijd uh, gereden was uh, voor wat betreft uh, winstkansen. Philips is er nu wel bij. Dus we gaan weer voor het eerst in San Remo een wedstrijd krijgen tussen Philips, uh, waarin Philips en Van der Poel van start gaan. Hoe gaat dat? Hoe gaan die renners... Met elkaar dit duel aan? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat het ieders voor zich gaat zijn. Um, en um, ja, uh, Philips zal gewoon, vermoed ik, als achtervang blijven. Hè. In een, dat van de poel verwacht ik dat die vroeg gaat. Want wat ik net ook zei, hè, die windrichting is wel heel aantrekkelijk. om bijvoorbeeld een putsch te doen op uh, Mont-Saint-Pével, wat eigenlijk misschien wel de zwaarste strook is. Uh, die loopt ook um, vies gemeen omhoog, uh, het laatste deel. Um, ja, als je ergens met kracht over zit, uh, kun je dat daar kwijt. En krijg je daarna uh, ja, zeg maar een goed half uur, zo'n zo zo ruime 20 kilometer, de wind in de rug. Dus ik vermoed eerlijk gezegd dat Van der Poel daar een eerste poets gaat doen. Wie mee is, is mee. En ik verwacht dat Philips erachter gaat controleren. En troept het dan alsnog samen in de finale? Dan zullen we na Carrefour de Larbe een Scenario zien zoals we dat ook in Sierra uh, in milaan sanremo naar de Portio hebben gezien, is mijn ja. Verwachting. Je hebt natuurlijk altijd nog in die Naka voor de Larbre en eigenlijk tot de velodroom is een best nog lang stuk hè, met, ja. waarin geregeld nog wordt aangevallen. Uh, niet heel recent verleden zagen we daar natuurlijk uh, nog uh, Ishtiba en zo die daar nog aanvallen hebben geplaatst. Uh, Lampaard, je hebt nog überhaupt die die waar hij ten val kwam, volgt. Volgt daarna nog, dus er is daar nog wel nog genoeg kans ook naar Carrefour om weg te, weg te komen? Ja, zeker. Um, maar wat ik zeg, omdat die windrichting dus zo staat. dat het ja. eerste deel van, de, van het laatste uur. zal heel snel gaan. Uh, en, en ja, heb je dus ook, omdat die wind in de rust staat. enigszins tijd om te recupereren. En ja, als Van der Poel één ding heel goed kan, is dat uh, recupereren. Dus ik verwacht zelf. dat die in, in dat ploegenspel. Uh, om niet in het ploegenspel van Albersien de koning gevangen te komen zitten. Dat hij daar een eerste poets gaat plegen. Ja. Ik ben ook heel benieuwd welke ploegen we nu gaan controleren. Gaat uh, Alps in de Keuring eigenlijk op dezelfde voet verder rijden als uh, in de Ronde van Vlaanderen hebben gedaan? Het is een heel andere wedstrijd. Het is een, zeker ook dat die openingsfase, de laatste jaren, ja, Ik krijg die kopgroep ook, ook geen minuten meer. Hè? En is het uh, vooral ook heel lang uh, slag op springen. springen. was twee jaar geleden, hè, de editie dat Pastiterman uh, nog mee reed. Dat er geloof ik echt meer dan 2,5 uur. Uh, of of dik, dik twee uur uh, gestreden is voor de vroege vlucht. Ja, ja. En, en ik ja goed, dat, dat, en... dat gaat dit jaar denk ik niet anders zijn, is mijn voorspelling. Nee, maar dat was vorige week in de, in de ronde ook al zo. Ja. Hè? Ik zei vorige week nog, daar moet ik op terugkomen. Iemand uit de vroege vlucht gaat uh, top 10 kunnen rijden. Nou, dat was echt niet mogelijk. Uh, maar die strijd hebben we wel echt gezien. Die eerste twee uur was er echt. Nou ja, volgens mij was het eerste uur aan 51 uh, gemiddeld afgewerkt. Uh, ik, had ook nog even, uh, ik heb nog even gebeld met David Dekker van de week. Um, en die zei ook, ja het was niet normaal. Hij zegt, ik heb nu nooit zo hard op het vlakke moeten rijden om een paar seconden weg te kunnen rijden. En uh, ja, goed, uh, ik kan wel mooi zeggen dat ik in een vroege vlucht zat in de snelste ronde van Vlaanderen ooit. Dat wel. Uh, maar goed, ja, ik koop er uiteindelijk ook niks voor. Dat was ook een van de kortste vroege vluchten. Precies, dus uh, uh, dat is uh, inderdaad ook uh, het geval. En ja, goed, dat kan natuurlijk zondag in Roubaix weer zo zijn. Al, al was Roubaix, zeg maar, tot een jaar of tien geleden wel een koers. waar de vroege vlucht ja. echt ver kon komen. Tjalingi stond ooit nog op het podium vanuit de vroege vlucht, bijvoorbeeld. Ja, en hemel heeft gewonnen 11, vanuit de vroege vlucht. Van. Precies, dus he? dat was 2016 inderdaad. Dat, ja, dat, dat kan wel. Ja. Alleen met dit tijdperk en deze renners, lastig hoor. Ja. Bij Vizma Lisebijk, naar alle waarschijnlijkheid geen Christophe Laporte. Nee, ja, die beslissing maakt ze vandaag. Uh, ze gaan verkennen nog vandaag. Daar gaat hij in ieder geval niet bij zijn. Uh, in mijn ogen ben je dan, als je daar niet fit genoeg voor bent, ook niet fit genoeg voor de ronde. Of uh, uh, voor Roubert, sorry. Roubaix. Maar ik, ja. Ja, ik, uh, ik kan me voorstellen dat ze hem toch wel willen uitspelen. Want ja, die heeft zometeen alle belangrijke afspraken gemist in het voorjaar. Uh, en ja, ze kunnen hem ook gewoon simpelweg wel goed gebruiken, want um, Van Aert is weggevallen. Benoot rijdt hier niet, die natuurlijk uh, de beste man in de ronde was, omdat hij Amstel rijdt volgende week. Um, Jurgensen staat wel op de voorlopige startlijst, maar rijdt volgende week ook. En ik denk eerlijk gezegd dat deze koersen minder past dan, dan Vlaanderen, maar ook dan de Amstel. Dus ik moet nog maar zien of hij, uh, of hij die selectie uiteindelijk haalt. Ja, uh, Tratnik rijdt ook niet. Dan blijft eigenlijk alleen Van Balen over. Uh, en dus snap ik wel dat ze Laporte toch op het allerlaatste moment willen kijken of ze die er nog in kunnen fietsen als extra wapen. Ja, maar goed, wat heb je aan een Laporte die niet goed is? Nou ja, goed, laten maar die schijn ophouden, die is er 200 kilometer. Uh, laten maar een keer aanvallen dat andere ploegen hem, hem terug moeten halen. Want dat gaan ze toch doen, want het is wel Laporte. Fit of niet. Dat we, de, hè? Die, die uh, wetenschap die ze bij Visma hebben, of hij misschien niet fit is, ja, die hebben andere ploegen niet. Die, kunnen, die gaan hem altijd terughalen, puur omdat het rapport is. Ja. En dan, be, be, ja, dan, op die manier kun je, hè, zoals ze bijvoorbeeld met Roglic toen gedaan hebben op, in de tour, op, in die rit naar de Col de Granon, die was ook niet meer fit. Ja, op zo'n manier zouden ze het rapport ook kunnen gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld? Het zou, het zou, inderdaad kunnen. Um, Visma-Liège natuurlijk de ploeg die. Dit uh, voorjaar uh, ook geplaagd is door een hoop uh, pech. Uh, ook luitenanten weggevallen. Uh, die zijn al een uh, trad, Niek. Perstand uh, Hagenis heeft al pech gehad. Is gelukkig wel weer, uh, wel weer fit. Maar vanuit de achtergrond komen er ook weer nieuwe luitenanten die uh, zich tonen. Waaronder dus Tim en Mick van Dijken. Die zeker een zeer sterke Ronde van Vlaanderen reden. Ja. Absoluut. Uh, Tim van Dijken was in het originele plan al voorzien voor, uh, voor Roubaix. Dat um, uh, grote verhaal met Arthur van Dongen over het plan met die twee um, uh, volgt nog. Dat zal vrijdag waarschijnlijk op de, op de website staan. Um, maar ja, goed. Uh, Mick van Dijken was niet voorzien. Dat is de vervanger van Wout van Aert. Uh, nou ja, ik weet niet of jij de laatste koers nog kunt herinneren. waarin Mick van Dijken Wout van Aert verving. Toen was jij namelijk lyrisch over hem. Ik zal je helpen. Het was de Ronde van Vlaanderen. Van ik denk 2022. Toen hij vlak voor uh, met, met corona. corona uh, ja. Precies, toen was Mick Van Dijken ook zijn vervanger. En die reed toen echt een dijk van een Ronde van Vlaanderen. Um, en ja, goed. Uh, hebben allebei wel de gabarit om ook in deze koers uh, lang mee te kunnen. Um, en ja, goed. Met alleen Van Balen eigenlijk als absolute kopman. Ja, uh, hebben die jongens misschien wel een, een rol die ze verder in de finale brengt dan afzetten voor bij wijze van een tweede keer Kwaremond of. Uh, um, wat is het? Uh, de Canarieberg in, uh, in de E3. Dus ja, wie weet. Uh, maar die jongens die, uh, ja, die, die ontwikkelen zich goed, uh, zitten ook nog lang niet op hun uh, plafond volgens de ploeg, uh, en hebben deze, deze plek uh, door omstandigheden weliswaar maar zelf verdiend. Zijn uh, einde contract? Dus die uh, zaak voor de ploeg om uh, misschien zeeman zelf nog, of dienstopvolger, om deze jongens uh, vast te houden. Anders zullen zij uh, kan ik maar eens inschatten, best wel begeerd ja. zijn door uh, concurrentie. Opvallend nog, uh, over Dille van Balen, die natuurlijk. Uh, hè, ik, we hadden nog heel eventjes contact voor de start van de ronde, toen jij daar al was. Ja, iedereen heeft het hier zijn nog ja. over van Balen. En uh, nou, dat heb ik ook nog uh, bevraagd. En uh, die was dus wel echt daadwerkelijk heel goed in de ronde. Um, moest wisselen op uh, tweede keer Kwaremond. Uh, mond. Met, met iemand die langs de, wis, uh, langs de kant stond, een, een, een wielwissel. Uh, en is daarna simpelweg bevangen door de kou. Uh, maar dat wordt daar wel een probleempje, want in de Tirreno hadden ze ook een rit. Uh, waar het echt heel koud was. En dan gebeurde hetzelfde met Van Balen. En het vermoeden nu is binnen de ploeg, omdat hij ja, eigenlijk woont en altijd traint in Monaco. Dat hij die echt koude weersomstandigheden uh, wat slechter verteert. En toen moest ik terugdenken aan zijn uh, tijd bij Cannondale en Ineos. Toen sloeg hij ook altijd eigenlijk het omloop uh, uh, en Kuurne over, omdat hij altijd ziek werd daarna. Nou ja, goed, dat is natuurlijk eerder in het jaar. Daar was het altijd kouder. Ja, als dat zo is, dan gaat dat wel nog een, uh, een dingetje worden de komende jaren voor Van ja. Balen. En het is natuurlijk gelukkig dan wel voor komende zondag dat het, uh, zelfs als het regent, het wel 5, 14, 15 graden. 18 uh, wordt nu voorspeld zelfs. 18 zelfs. Nou ja. ik, ik neem zo een zomerjas mee in ieder geval. De winterjas <laughs> blijft thuis. Dan <laughs> nemen we ook even de regenjas mee. Want die gaan we misschien nog wel harder nodig hebben. En een paraplu. Ja. Uh, nee, maar dat is wel uh, opvallend. En natuurlijk ook nog opvallend is uh, het mysterie van de foute fietswissel. Waarom kreeg hm. Benoot de fiets van Van Baarle? Lang verhaal kort. En dat begon eigenlijk ook uh, in de afzink van de uh, tweede keer Oude Kwaremond. Ehm... Um, in de Ronde van Vlaanderenstraat zit er een of andere regels, schijnt daarin te zitten. En daar moet je uh, met snelheid overheen rijden, want anders kom je daar gewoon vast uh, te zitten. En uh, Arthur van Doemen vertelde dat hij daar iets te hard overheen rijdt en uh, zijn band klapte van de ploegleidersauto. Uh, die moesten ze dus stopzetten. Uh, hij zat met Nierman in de auto. Vervolgens is Nierman overgestapt in ploegleiderswagen 2. Um, hebben ze een wielwissel moeten doen? Dat heeft diezelfde mechanieker gedaan. die later de fiets van Benoot. Uh, uh, die van, van Baan aan Benoot gaat. Goed, uh, met het publiek hebben ze binnen 10 minuten die band kunnen wisselen. Uh, hebben ze het geluk gehad dat de politiemotaar bleef staan. met de groene vlag. waardoor die auto in koers mocht blijven. Zijn ze teruggereden. Uh, en op een gegeven moment uh, in de finale in koers gekomen. Benoot. Moest op de Koppenberg van fiets wisselen. omdat er iemand is een of op de laatste keer Oude Kwademond. van fiets wisselen. omdat er iemand is een reed... Uh, om, vanwege een opstopping. Uh, maar door de hectiek in de koers. Uh, kon de wagen waar Van Dongen dus die fi kapotte fiets. van Benoot op had staan. niet meer wisselen. met de tweede auto waar nog een goede fiets. van Benoot op stond. Dus zij rijden daarheen. Ties zegt: ik heb lek. in die laatste. wat, wat was het? laatste acht kilometer. Vervolgens maak ze in de auto KUT. We hebben hier alleen een kapotte fiets van Tiso op ons dak staan. Oké, okay, wie zit qua zadelhoogte dichtst bij uh, Van Balen, stond daar in een boekje. En daarmee hebben ze alleen niet bedacht dat Van Balen de enige is in de ploeg die niet met de standaard pedalen rijdt. Die rijdt met andere pedalen. Dat is op dat moment in, in nou ja, de hectiek van de koers uh, is en dus niet geschakeld. Is die fiets van het dak gekomen? Die is aangeduwd die wil inklikken, maar dat lukt niet omdat zijn schoen niet in dat pedaal past. Ja. Um, wordt er gewisseld. Maar goed, dus geen fiets van Benoot op dat dak. En die is op de, fiets, de reservefiets van een van de van Dijkers gefinished. Ja. En die zijn natuurlijk rap aan de meet. En dat verklaart meteen ook waarom Benoot dat sprintje ja. Ja, om. Dat laatste eh, is verzonnen. Ja, mooi inkijkje in uh, de, ook de hectiek. En dus ook van ja, wat is het? Uh, wat is deze opvallende. Fietswissel. Uh, ja, ja, want er daar werd daar nogal gesproken over een precies. blunder, maar er zit ja. een uitleg achter en ja. dat is deze. Ja, ja. Nou, is dat ook even mooi rechtgezet. Uh, ging Ganna. Is toch wel zonde, zondag. Nee, uh, dat is inderdaad jammer. Zeker omdat, uh, ja, wat ik net ook al zei, de pool met 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 mede favorieten en outsiders is gewoon zoveel groter, omdat er zoveel grote motoren nu zijn die lang kunnen overleven. Ja, daar was Ghana ook gewoon uh, baat bij geweest. En, en ja, het is gewoon heel jammer dat hij hier niet is. Aan de andere kant, um, met zijn grote gestalte en uh, de glibberige kasseien weet ik niet of hij technisch de meest... Ja, het is wel een baanwielrenner, dus dan kun je meestal wel met de fiets rijden. Maar ik weet niet of hij de meest technisch begaafde renner is om zoveel mogelijk dragen, energie te besparen. Ja, nou ja, goed, ja, klopt. Alleen dat is wel zo dat uh, als ze nat liggen, je wel ja. iets minder hard eroverheen rijdt dan, uh, dan wanneer ze droog liggen. Ja. Uh, dus ik, ja, ik weet niet of hij um, um, ja, uh, de, de techniek heeft om energie te sparen op die natte kassei. Hè? Dat het misschien nee, en meer zit, energie kost dan anderen. Uh, hij is er niet bij omdat hij uh, op hoogte zit uh, ter voorbereiding op uh, de Giro met de uh, Ineos uh, Grenadiers. Nou, we hebben al een hele hoop uh, namen genoemd. Um, John Degenkop voegt hier daar ook al bij toe. Ik ben nog eens langs gegaan bij de ploeg uh, na de ronde van Vlaanderen. Want goed, het klassieke voorjaar van uh, DSM vier uh, minigpasonel is niet echt om over naar huis te schrijven. Meedoen om de winst hebben ze eigenlijk uh, ja, bijna nergens gedaan. Uh, daar zou je Brugge de Pannen uh, en die koersen uh, erbij moeten pakken. Dus de echte klassiekers van uh, van tweede niveau op het topniveau uh, rijden ze redelijk. Uh, Onzichtbaar, dat komt ook gewoon door het feit dat uh, er maar een heel aantal ploegen heel zichtbaar rijden. Uh, en die finales uh, domineren en zij hebben daar geen, uh, geen renners voor. Dat is ook een bewuste keuze. Ze focussen zich op uh, klassementen en op uh, de sprint met, met Jacobsen en uh, Van Uden. Maar voor Roubaix, Pim Lichtaart is ervan overtuigd: tegenkop kan hetzelfde presteren als vorig jaar. En hoe mooi was dat vorig jaar? Hè? Hoe die tot diep in die finale meestreden, eigenlijk door een sandwich van, was het Philipsen en Van de Poel? Ja. In de diepe finale te val komt. En zo uh, ja, eigenlijk wel een podiumplaats uh, daarmee verspeelde. En in ieder geval de kans om ervoor te rijden. ja. ja. En werd en hij uiteindelijk zevende. Maar ik moet zeggen, ik heb ook een aantal insiders gesproken voor verschillende verhaaltjes uh, deze week. En die zeiden ook allemaal: ja, pas op, want hij gaat er staan tegen koop. Ja. Dus het wel zo dat de voortekenen, zoals die vorig jaar. Uh, zijn uitslagen van vorig jaar zijn beter dan de uitslagen in diezelfde wedstrijden dit jaar. Maar goed, het is een. Uh... Die ene uitschieter komende zondag is natuurlijk een optie. Dus hou toch ook een schuin oogje, John Degenkop, in de gaten. Um... Tijdens de klassiekers maken we op zondag altijd een uh, aflevering vanuit de perszaal. Hè? Of vaak een ruimte daarbij in de buurt. Die afleveringen worden goed geluisterd. Dus dank daarvoor voor het kijken en het uh, luisteren naar. We kregen er wel een paar opmerkingen over. Of wij niet een wat leukere setting uh, konden uh, neerzetten. Voor de mensen die het uh, op YouTube of op Spotify hebben gekeken. Ik moet die mensen gelijk geven. Ja, het is niet altijd mooi waar we zitten. Maar we hebben simpelweg geen keus. Het was bijvoorbeeld afgelopen zondag echt de enige ruimte waar we afgesloten konden zitten. Dat was letterlijk in een schoolgebouw. Uh, wat nodig aan uh, renovatie toe is, uh, is mijn inschatting. Dat Ik was heb geluisterd, maar het leek wel of dat jullie in een wc zaten. Ja, het galmde er ook nog wat. Maar het was vooral ja, ja, een hoge, fus, hoge plafond. Niks, uh, parketvloer en uh, wel wat gordijnen, maar te weinig voor de weerkaatsing. Jury, wij zijn er zondag bij. We gaan uh, beter ons best doen. Ik vermoed dat het niet heel veel beter gaat worden, want de pers is daar zo op het overdekte uh, middenterrein van de wielenbaan. Ja, dat is toch het prachtig. Iets... De laatste jaren dat ik in Roubaix was, fietsten daar mensen rond op een gegeven moment. Nee, het is er prachtig, maar de akoestiek is er. Uh, ja, ja dat wordt een drama, beter. dat klopt. <laughs> uh, rumoerig, galm. Dus uh, alvast excuses voor uh, uh, misschien een wat galmend geluid. Maar het beeld zal al ietsje beter zijn dan dat in Maar ah, we kunnen het ook anders doen, Maxime. Het geluid zal niet veel beter worden, maar. Wij zijn meestal pas laat klaar als we dan die op, uh, podcast nog moeten doen. We kunnen gewoon ook op het middenterrein van uh, de Open uh, Velodroom gaan zitten. Uh, uh, zeker. Uh, ik hoop wel dat dan de lichten nog aanstaan. Wellicht nog en dat wel... ze niet uh, zoveel aan het opruimen zijn, wat heel, heel veel kabaal maakt in de regel. <laughs> Precies. En, uh, en de weersomstandigheden. Maar goed, anders gaan we op de tribune zitten. Uh, dat is ook natuurlijk nog een, uh, nog een idee. Ik zie, uh, ik zie oplossingen. Um, Kijk. In ieder geval, dank voor het. Uh, ...kijken en het luisteren naar die podcast. Zondag zijn wij er dus weer met een aflevering. Vergeet niet als je deze aflevering leuk vindt... ...om ons vijf sterren te geven op Spotify en op uh, Apple Podcast. En je kunt natuurlijk ook terecht om naar deze podcast te kijken. Dat kan op YouTube en op Spotify. Zondag dus Parijs-Roubaix. Met wellicht dus sinds voor het eerst is 2013 een dubbel. Maar er moet wel Mathieu van der Poel zijn. Of dat zo gaat zijn, hoor je in de volgende aflevering van deze Wielenflits podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.